wat doen wij hier, Dennis? Ja, wat doen we hier? Nou, Tommy en Sam, vandaag zijn wij ouders geworden in Minecraft en moeten we een familie starten. Ouders geworden? Ouders? Ja, hoe dan? Wat snap je daar niet aan, Tommy? Nou, gewoon een vrouw hebben en kinderen? Duh. Een vrouw en kinderen hebben? Ja, Tommy, hoezo kom je zo verward over alsof je niet snapt? Je hebt gewoon nou, een vrouw laat jou, en een kind. Laat jij maar eens je vrouw dan zien. Okay, ja, precies. Want we hebben allemaal een eigen vrouw en allemaal een eigen kind. En ik weet al wie mijn vrouw gaat zijn. Oh, ze komen tevoorschijn in 3, 2, 1. Oh, laat mijn schatje zo in mij komen. Dat is sowieso mijn crush, Sarah. Tommy? Zoe? Voor jou gevallen? Sarah, waarom sta je op zo'n zeiland? Ik weet het niet. Tommy en Zoe, hoe zijn jullie samen? Ik weet het niet. Wacht eens even. Weet ik toch niet? Met wie ben ik dan samen? Hoe zit het met deze nee. Jongens, dit gaat hem niet door. Jongens, ik denk dat iets verkeerd is gegaan in de server. Nee, jij bent niet de juiste persoon, nee. Nee, ik heb al helemaal geen verkering met jou en al helemaal geen baby met jou. Ik heb een baby met Sarah, ik kan helemaal toch, niet Sarah? Met jou. Wacht, ik kom anders naar jou naar de... Hey! Iedereen. Wacht eens even! Hoezo kon ik niet naar dat eiland toe? Oh, man. Oh, Sam, je blijft met je handen van haar af. Ja, je blijft met je handen van haar af. Ja, maar, dat doe ik maar, zeker. Mama, wacht maar. De baby die hier uit deze kist komt, die lijkt sowieso niet op ons, oké? Okay? Laat ik hem openmaken. Nou, ik hoop het niet, 2, 1. Dennis? Anna, wacht eens even. Deze baby lijkt wel op mij, maar niet op Sarah. Hij lijkt op jou! Nee, dat lijkt maar zo. Anna, wil je nou zeggen dat ik een baby heb met jou? Weet je wat ik weet doen? Jij gaat tijdelijk even de kist in. Zo, daar zijn we vanaf voor nu, maar... Ja, beter ook. Jongens, vandaag moeten we dus een familie starten in Minecraft. En iedereen heeft zijn eigen eiland. Daarom moet je dus een heel familiehuis gaan maken. En niet alleen een huis, maar een hele plek voor de baby om te leven. Dus een speeltuin. Oh, maar dan wat de baby leuk vindt. En aan het einde van deze video gaan alle baby's de huizen beoordelen en het eiland, oké? Okay? Dus dat moet een familie-eiland zijn. Oh, die van ons wordt het best, hoor. Jazeker. Nee, ik kan je gewoon niet. Ondanks dat ik met jou een baby heb, Anna, dat wij het allerbeste familie-eiland gaan maken. Dat moet wel lukken. Nee, hoor. Nou, oké, jongens, laten we dan maar gaan bouwen, oké? Okay? Servers en in creative mode. Wow! Oké, Anna, en ik zie al dat wij een veel groter eiland hebben dan de rest, omdat wij natuurlijk het beste gaan bouwen. Ja, dus we daarom. We hebben genoeg ruimte. Weet je wat, Anna? Ik heb een ideetje, oké? Oké. We een beetje gaan discussiëren. Oh, ja. We moeten dus een huis hebben waar de baby kan wonen, waar die heel erg blij is en dat soort dingen, en waar die kan opgroeien. Maar dat niet alleen. Hij moet natuurlijk ook bewegen en dat soort dingen, en daaraan zat ik te denken aan een speeltuin voor de baby. En niet zo. Maar een speeltuin, thuisbioscoop, ik bedoel een zwembad. Al dat soort dingen, dat is toch mega vet? Een springkussen? Dat is mega vet. Oké, Anna, ik weet dat jij mega goed huizen kan bouwen. Als jij nou begint aan de villa, we moeten echt een grote villa hebben. Dennis? Ja, Anna. Heb je dit gehoord, Tommy? Oké, interessante ideetjes. Schrijf je dat op, Zoe? Oké, wat we dus gaan maken is een dierentuin, oké? Okay, een grote dierentuin met heel veel poep en modder en dat soort... Ik zeg het alleen maar, zodat hun dat daar gaan bouwen. Oké, ik kan wel poepen. Jij gaat het huis bouwen, ik ga de speeltuin en dat soort dingen maken, oké? Okay? Het zwembad en zo. Oké, succes, Anna! Jij ook! Perfect, ik weet namelijk al wat ik ga bouwen. Een mega springkussen. En daarvoor heb ik een paar blokken nodig. Oh, kijk eens aan! Deze blokken zijn perfect! Ik wil namelijk een mega springkussen gaan maken. En laat ik beginnen met het trappetje van het springkussen. En laten we dat ongeveer zo gaan doen. Waar het springkussen namelijk op komt staan is allemaal vrolijke babykleuren. Baby's en kinderen houden namelijk van zoveel mogelijk kleuren. En dat ga ik een beetje stoppen in het springkussen. Anna, zei een huis voor een babytje. Is dit niet een beetje groot? Dennis, ik moet er ook in wonen. Oké, dat is waar ook, Anna. Doe jij je ding, ik bouw het springkussen wel. Oh, kijk eens aan, dit is echt hartstikke mooi. Dan plaatsen we daar een blok en daar een blok. En dan komt hier de ingang van het springkussen. En laten we het een klein beetje uitbreiden helemaal naar achter. En moet je kijken, het hele springkussen is nu af. Oh, dit is al één ding van het huis. En het huis begint er ook al aardig goed uit te zien. Anna, je bent lekker bezig hier zo. Jij ook, Dennis. Oké, wat voor huis maken? Nou, weer een roze zeeogurkje daar zo. Lekker bezig hoor, Zoe. Superleuk, Dennis. Dit is wel een leuk springkussen toch voor het kind. Ik denk dat hij hier wel mega veel plezier gaat hebben. Weet je wat? Ik ga hier een zwembad maken. Dat is perfect. Oké, laat ik doorgaan. Zo, en deze blokken hier zo. En dan is het zwembad ook al redelijk perfect. Anna, kan je niet beter aan het huis beginnen in plaats van dat je het pad gaat doen? Het huis is nog lang niet af en die hebben we echt nodig, oké? Dennis. Anna. Het
Huis is zeg maar al klaar. Hoe snel is iedereen? Waar heb je dat hele huis nu al staan? Oké, goed bezig, Anna. Goed bezig. Ja, jij ook, Dennis. Ja, dank je. Was ik zo lang bezig met dat zwembad? Ja, eigenlijk wel, ja. Oké, ja, ik sta hier ook al een uur met wat ik nou precies wou met het zwembad. Maar het moet goed zijn voor de baby, oké? De baby gaat het beoordelen. Wat ik nog meer wil maken is, we hebben hier nog een ruimte vrij. En ik denk dat ik daar een perfect idee heb. We moeten namelijk het beste eiland hebben. En daarbij hoort natuurlijk wel een thuisbioscoop. Laten we die hier gaan bouwen. Oh, deze bioscoop gaat er zo goed uitzien op deze manier. Met 3 stoelen hier. Voor zijn vrienden natuurlijk. Dus als hij hier een film wil kijken, dan kan dat. Alleen we moeten het nog iets beter inrichten. Laten we hier een popcornje plaatsen. Hier een cupcakeje. En daar ook een popcorn. Oh, dit is echt mega vet. Dit is echt mega vet. Wow. Ik ben zo benieuwd wat Anna hiervan gaat vinden. Ik vind het in ieder geval echt mega vet als een thuisbioscoop. En dat allemaal voor die kleine baby. Ik zou echt willen dat dat allemaal bij mijn huis zat in Blokstad. Dat was echt mega vet geweest. En we moeten ook nog echt een mega vette gamekamer maken. Anna? Ja. Lukt het een beetje naar binnen met de inrichting? Wow. Ja. Wow. Heb je het helemaal ingericht? Ja. Dit is mega vet. Dit is echt mega vet. Is dit zijn slaapkamer? Of is het mijn slaapkamer? Dit is jouw slaapkamer. Oké, Anna. Maar als we een koppel zijn, moeten we dan niet slapen? Nee, Dennis. Nee. Ik slaap boven. Jij slaapt hier. Oké, Anna. Ik dacht dat dit de kamer was voor de baby. Oké, dit is dus jouw... Wacht eens even. Waarom is jouw slaapkamer groter dan mijn slaapkamer? Wat noemen ze prioriteiten, Dennis? Kom mee. Oké. Wordt dit mijn slaapkamer? Nee, de baby, Dennis. Jouw slaapkamer is beneden. Wacht, krijgt zelfs een baby een grotere kamer dan wat ik krijg? Ja, tuurlijk. Nou ja, het is wel de baby die ons inderdaad moet beoordelen of wie het hoogste cijfer krijgt. Oké, weet je wat? Ik zag hier nog een kamer. Zal ik hier anders een gamekamer van maken? Of heb je hier een waskamer van gemaakt? Gewoon een opslagkamertje. Oké, ik maak hier wel een klein gamekamertje van, oké? Is goed. Oh, jongens, zijn jullie eilanden gelukt? Ja, zeker. Zeker wel gelukt, toch, Anna? Ja, zeker weten. Nou ja, dit is het belangrijkste. Onze baby's gaan namelijk beslissen wie hij heeft gewonnen. En laten we eerst onze eigen baby tevoorschijn halen. Oké, 3, 2, 1. Oké, kleine jongen. Oké, kom maar mee. Anna, neem jij hem mee voor de rondleiding? Ik neem hem mee. Oké, jongens, jullie kunnen nu ook naar ons eiland komen als het goed is. Dus kom maar mee. Okay. We gaan jullie ons familie-eiland laten zien. Oké, laten we buiten beginnen. Ik denk dat het wel perfect is. Ja, jullie huis ziet er wel leuk uit. Hebben we natuurlijk iets leuks voor jou. Jazeker, jongen. We hebben een klein zwembadje voor je gemaakt. Maar Dennis, baby's kunnen toch helemaal niet zwemmen? Nee, maar we moeten hem ook leren zwemmen. Daarvoor heeft hij natuurlijk een zwembad nodig, want we moeten wel overleven op het eiland, Zoe. Dus ja, daar maar hebben wij over nagedacht. Leren? Ik ga hem leren zwemmen, duh. Want jij kan zwemmen? Ja, ik heb hem nooit zien zwemmen, hoor. Nou, jongens, dit is het zwembad. Laten we doorgaan. We hebben namelijk nog veel meer. Wat dan? Kleine jongen, jij gaat opgroeien met mijn YouTube-video's. En die kan je allemaal kijken in deze thuisbioscoop. Anna, hebben we ook een kamer gemaakt om de baby te verschonen? Want volgens mij heeft hij in zijn broek gepoept. Van enthousiasme. We hebben een badkamer. Oké, nou kom maar binnen, jongens. Ik geef jullie anders wel de rondleiding. Die baby zegt niet zoveel. Nou, in ieder geval, we hebben hier natuurlijk allemaal stoelen waar je kan zitten. Dit ziet er mega leuk uit. En hier kan je elke film kijken die je maar wil kijken, Tom. Dit is mega vet. Zelfs over zeeaugurken. En we hebben hier natuurlijk een spelletje uit de maat. Zelfs over zeeaugurken? Jazeker. Wow. En we hebben hier een popcornmachine. Oké, laten we doorgaan. Dat is zeker nog niet alles. Kleine jongen, kijk eens wat we voor jou hebben gebouwd. Een speciaal springkussen. Ja, maar die moet eerst nog getest worden. Je mag wel springen, toch? Anna, je mag wel even springen, toch? Ja. Ja, dat is een leuk springkussen. Kijk dan, boing, 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 boing. Oh, jongens, wat vinden jullie ervan? Jullie mogen ook wel even springen. Ik zie jullie zo kijken dat jullie ook willen springen. Boing, boing, boing. Dit is mega leuk. Alleen het mooiste moet nog komen. Laten we doorgaan naar het huis. En dat is het grootste gedeelte. Anna, kan jij de baby weer optillen voordat hij verdwaalt? Ja. Oké, jongens. Zoals jullie kunnen zien, hebben we echt een mega gezinshuis. Ja, heel groot. Dan hebben we echt een heel groot gezin. Ja, Anna heeft een beetje uitgesloofd hier zo met het huis. Maar hij is zeker mooi geworden. Kom binnen. We hebben hier als eerste woonkamer. Hier kan je natuurlijk lekker chillen. En misschien weten jullie al wie deze kamer is, jongens. Dit is mijn slaapkamer, want ja, Anna en ik slapen niet samen. Nee, absoluut niet. We zijn er nog steeds niet over uit of dit wel onze baby is en niet die van iemand anders. Maar hij lijkt wel op jullie kamer. Ik slaap beneden. Nee.
Nee, hij lijkt zeker niet op ons. We hebben hier natuurlijk de toilet. Daar kan je lekker poepies doen en dat soort dingen. Kan je leren om op een potje te plassen. Wow, 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 wow. Jazeker, een grote boodschap kan hier ook. Oké, dan hebben we hier natuurlijk Ik ga het nog even zo luisteren, denk ik. En dit is voor de auto, jongens. En we hebben nog een hele bovenverdieping. We hebben hier namelijk de slaapkamer van Anna. En die is wel groter dan mijn slaapkamer. Wow. Ze heeft zelfs een badkamer erbij. Met een bot en dat soort dingen. Dat is gewoon op je slaapkamer, Anna. En hier is uitzicht op jullie huis. Hoezo? Wat een mooi huis. Nou, Anna, was het niet handig om hier wat gordijntjes te hangen? Tommy slaapt daar. Ik bedoel... Oké, deze badkamer gebruik ik niet. Laten we doorgaan naar de babykamer. En hier kan hij natuurlijk slapen. Wat zei je? Slaapie doen? Ja, dit bedje is helemaal voor jou, jongen. Oké, ga maar klim maar omhoog en dan kan je in het bedje zitten. Oh, je vindt het een leuk huisje? Leuk huisje? Oké, volgens mij is die een beetje moe. In ieder geval, wat vinden jullie van de babykamer? Ziet er leuk uit. Ja, wel groter dan jouw kamer. Inderdaad. Ja, de baby heeft alle grootste kamer van allemaal. Ik kom hier een baby slapen. Jij bent ook een baby. De baby de kleinste is van allemaal. Ja, Tom, je kan wel een beetje zien wie de baas is hier in huis, hè. Ja, jij niet in ieder geval. Nee, ik bedoelde Anna maar. Oké, de baby. In ieder geval, dit is een gamekamer. Hier kan hij lekker gamen. En als laatste heb ik nog iets buiten staan voor jullie. Hier hebben we het gedeelte waar je buiten kan zitten. En natuurlijk voor de baby hebben we hier een klein zwembadje. Maar dit is niet zo buiten. Jawel, want daar kunnen alle deuren en ramen open. Ja, maar dat is alsof niet buiten. Kijk maar, baby, hier kan je leren zwemmen. Ga naar hoor. Nee, hij kan wel zwemmen. Hij moet leren zwemmen. Oké, naar boven. Jij naar boven. Alle handen uit. Oké, ik kan zelf ook niet zo goed zwemmen. Misschien moet ik dat ook nog leren, jongens. Maar jongens, ik ben benieuwd naar jullie baby en jullie huis. Alleen eerst moeten we een cijfer weten. Wat voor cijfer geef je dit huis? Anna, is dat een voldoende? Dat klinkt als een 6, hoor. Wil je een bordje anders? Oké, heeft iemand een bordje bij zich om aan de baby te geven? Dat ik heb wel een bordje. Hier, kijk eens aan. Zet maar een cijfer neer, jongen. Wat een 10! Wow! Onze baby heeft ons eiland een 10 gegeven, Anna. Je bedoelt Anna's eiland? Hoe bedoel je Anna's eiland? Ik woon hier ook. Ik heb hier ook aan meegebouwd. Jij woont er een klein beetje als ik jouw slaapkamer heb gezien. Oké, dan Zoe. Jullie baby moet jullie eiland nog beoordelen. En als het niet hoger is dan een 10, dan betekent dat jullie sowieso al hebben verloren. Laten we naar jullie eiland gaan en dan kunnen jullie jullie baby onthullen. Tommy en Zoe, laat jullie kind maar zien, jullie baby. Ja, zeker. Waar komt die dan, hoor? Eens even kijken of het wel klopt in 3, 2, 1. Open hem maar, Tommy, open hem maar. Kijk nou, hoe schattig. Is dat een mini-versie van jou? Ja, zeker. Dit is mini, Zoe. Tommy? Tommy, laten we maar gewoon een rondleiding gaan doen. Neem je baby mee, oké? Neem je baby mee. Neem hem maar mee. Ik ben benieuwd naar jullie eiland. Nou ja, laten we gaan kijken. Ik ben benieuwd wat jullie baby van het eiland vindt. Zoe, neem jij de baby maar over. Is goed. Dit is mijn plekje. Oké, je hebt een eigen barbecue. Ja, dat is Tommy's een plekje. Ja, zeker. Een eigen barbecue met zeehoogertjes naast. Baby, onthoud het uit. Kindvriendelijk, je kan je verbranden aan die hete barbecue, toch? Ja, nee, maar ik maak deze hamburgertjes voor de baby natuurlijk. Ja, maar het is wel een beetje gevaarlijk. Als je een baby in huis hebt, moet je wel alles... Oké, we gaan verder. Ja, zeker maar. Die mogen niet spelen met vuur, hè? Nee, inderdaad. Oké, wat heb je hier, Tommy? Hier hebben we een gaming setup. Hier kunnen we gaan gamen en de baby. Oké, maar hoe let je dan op de baby, Tommy, als je aan het gamen bent? Nou, kijk, dan zit ik hier. Als de baby daar aan het gamen is. Oké, dat is best wel slim. Dus dit is een mannenruimte. Ondanks dat je een dochter hebt als baby. Ja, maar dat maakt niet uit. Oké, ik zie dat je hier ook een wc hebt. En dit is de mannen-wc. Eens even kijken. Tommy, wat is die lucht daar? Moet je dicht laten, Dennis. Maar waarom staat er ook alleen een mannen-wc? Waar moet die baby dan heen? Maar mij de poepen niet. Dat is waar ook, Tommy. Daar heb je een punt inderdaad. Daar heb je gelijk in. Laten we naar de babykamer toe gaan. Oké, is dat een baby? Hey, is dat een deur hier zo? Oké, ik dacht dat dat een deur was. Wow, deze babykamer is wel heel erg schattig.
Wat zei je? Tot het hier stinkt naar poep. Dat is denk ik jouw luier, denk ik. Inderdaad, echt niet de mannen-wc, hoor. Oké, nou ja, Tommy, dit is de babykamer. Wat hebben we nog meer? Een babyspeelgedeelte? Ja, zeker. En baby-eetruimte? Met alleen maar donuts? Donuts en zeebroeken natuurlijk. Ik weet niet dat baby's dat aten, hoor. Volgens mij krijg jij een hele dikke baby, Tommy. Net zo rond als deze donut hier. Ja, nee, maar hij krijgt de groentes binnen. Komkommers, augurken. Oh, arm meisje, ik heb medelijden met jou. Ik heb medelijden met jou. Het zou niet een heel laag cijfer geven als het jou was. Oké, Tommy, wat heb je nog meer? We moeten boven nog laten zien, hè? Hebben jullie nog een bovenverdieping? Ja, zeker. Oké, laten we gaan kijken. Oh, de trap omhoog. Ook een babykamer. Waar jij thuis hoort, Tommy? Hoezo ik? Want jij een mega grote baby bent. Oké, we hebben dit voor jou gemaakt, Dennis. Maar ik woon hier niet, Tommy. Ik woon hier niet. Wat zei je, baby? Wat zei je? Jullie baby houdt wel van eten, volgens mij. De baby eet alleen maar cupcakes dus we hebben hier en cola. Snoep en chips. Cola mag de baby ook. Ja, maar goed. Mega lekker, hè? Onthoud dat. En een taartje. Oké, Tommy, oké. Laten we verder gaan. Wat hebben we hier? Wow, wat is dat? Ja, dit is een balkonnetje. En een balkon. Dat daar is een balkon. Dat is niet de weg naar beneden. Dat balkon is niet babyboom. Dat is niet babyboom. Dus dit is een boomhut voor de baby. Anna, zie jij wat ik zie? Of Sam? Slapen Zoe en Tommy naast elkaar? Ja, waarom slapen ze naast elkaar? Het is niet helemaal naast elkaar, hè? Hier zitten gewoon een blokje tussen. Nee, inderdaad. Er zit gewoon ook een nachtkastje tussen. Maar wacht, thuis? Ja, dat is beter. Dit is beter. Oké, ja, dit is denk ik wel beter, inderdaad. Wat voor cijfer heeft de baby het gegeven? Wacht, wat? Een dus 8 dat maar? Dat betekent allemaal dat ons eiland een hoger cijfer heeft tot nu toe. Inderdaad. En als die van Sarah lager is, dat wij de winnaar zijn. Oké, laten we jullie baby gaan bekijken en naar jullie eiland gaan. Oh, Sarah en Sam, laat jullie baby maar zien in 3, 2, 1. Oké, de baby lijkt wel op jou. Wat is dat voor baby? Phew, hij lijkt gelukkig niet op Sarah. Ik bedoel, oké. Wow. Nee, ik heb geen koekjes voor je, oké? Koekje. Als je nou een cijfer geeft aan het eiland, krijg je een koekje voor mij, oké? Voor mij ook. Oké, Sarah, geef jij de rondleiding maar, oké? Laat het eiland maar zien. Oké, kom maar mee allemaal. Ja, laat het huis we gaan het winnen. Ding dong. Nou, het stinkt echt mega erg, trouwens. Hij stinkt helemaal niet. Ik neem jou wel mee, kleine jongen. Nou, welkom in ons huis. Ja, welkom. Dit is onze keuken. Het is allemaal niet lekker heel erg eten maken. Zie ik, want ik zie hier al een aquarium waar die kan verdrinken. Daar kan hij toch niet in? Nou, je weet maar nooit met baby's. Je weet maar nooit. Nee, precies. Er zijn overal een manier voor, hoor. En nou, hier maken we lekker eten. Dit zijn babykamer, hè? Oké, komen jullie mee? Nou, hier is de speelkamer voor de kleine baby. Kunnen wij lekker rustig op de bank. En dan kan de baby hier spelen. Leuk gedaan. Ik pak hem wel op. Oké, neem jij hem maar mee. Laten we doorgaan met de rondleiding. Kom maar snel naar buiten. Dit is onze tuin. En we hebben een mega speeltuin voor de kleine baby. Dat is een mega speeltuin. Met blauw en geel? Ja. Het lijkt net op dat de IKEA. Dat zijn kleurtjes, denk ik. Sam, kan ik jou spelen, spelen! Hey, Sam! Je mag erop verstaan. Moment, jongens, we zijn zo terug. Oké. Sam, wat doe je nou allemaal? Je blijft van af, hè? Dat is mijn crush. Ik blijf ook van af. Ja, ik hou je in de gaten met dat geel en dat blauw hier. Je weet dat het van mij is, Sam. Je weet dat het van mij is, oké? Ja, maar ik wil ook gewoon Zoe. Knoop dat maar goed in je oren, oké? Oké, we zijn er weer. Niks aan de hand, hoor. We zijn er weer. Nou, hebben jullie alles gezien buiten dan? Ja, het ziet er mega cool uit, Sarah. Heb jij dit gebouwd? Want alles wat jij maakt is mooi. Wow. Hoi, Sarah. Waar is de baby? Waar komen jullie mee, jongens? Nou, dit is onze bovenverdieping. Waar zijn de bedden dan, Sarah? Waar zijn de bedden? Nou, hier. Kijk, dit is Sam's bed. Rechts. En ik slaap aan de andere kant. Oké. Niet naast elkaar, hoor. Het ziet er echt mega leuk uit. Dennis, wat doe je? Ik ben Dennis, even de afstand van een meter tussen de bedden, oké? 6! Oké, dat is perfect. Oké. Als je ook maar één keer dichterbij komt, Sam, heb je dat gehoord? Eén keer. Oké. En ik zoek nog meer in je slaap, oké? Alles oké? Ja hoor, Sarah. Ga maar verder. Oké, nou, kleine baby, dit is jouw slaapkamer. Kom maar kijken. Noem mij nou baby, Sarah? Nee, niet jou. Maar je lijkt wel niet, maar geen baby. Oké, kleine jongen, volgens mij vind je het wel leuk.
Dan komen we nu bij de beoordeling aan. Namelijk het cijfer. Geef de baby maar een bordje, oké? Dan kan hij een cijfer geven. Ik vind het in ieder geval ik ben heel benieuwd. Een mega leuk huis. Maar iedereen heeft het cool gemaakt wat jullie allemaal hebben gebouwd. Ja, zeker. Jullie huis ook. Oh, ik ben benieuwd. Wow. Oh, en het is een 7. Wow. Wat de rest er mag zijn. Wat daaronder staat. We weten allemaal wat dit betekent. Wij zijn de beste ouders. Wij zijn... Ik denk dat je bedoelt bouwers. Bouwers. Oké. Weet je wat? Ik weet een beter idee. Sarah, sta eens op jij. Jij gaat met mij mee. Anna, ja, jij dat gaat vanaf nu hier. Oké, bij Sam. Ik ga melk halen. Doei, jongens. Okay, ja, ik ben wel alleen achter. Oh, Sarah, ik heb een beter huis voor ons twee, oké? En die baby, die brengen we wel naar Sam toe. Ja, we kunnen wel een filmpje kijken daar. Oké, kom, we gaan naar de thuisbioscoop. Die is mega vet. Als je meer avonturen wilt zien van ons, klik dan op een van de video's op het scherm. En als je op een